Hoi, ik ben Maria. Ik werk al 13 jaar met de mooie producten van Forever en ik ben er super enthousiast over. En dit moet ik toch ook even delen. Ons kleinste productje, de Aloe Vera Lips, een lippenbalsem. Maar waarvan wij altijd zeggen, inzetbaar bij zoveel dingetjes. Denk maar aan, iets uit de oven gehaald. En je denkt, dat was tegen mijn arm. Aardappelen afgieten. Je smeert er de lips aan en het verzacht ogenblikkelijk. Maar wat ik pas meemaakte, gewoon in een paar dagen tijd, een wildvreemd iemand die door positieve mondreclame mijn adres had doorgekregen en zei, ik wil bij je een aloe lippenbalsem bestellen, kan dat? Want ze had een operatie gehad aan haar mond. Kaak zat vast en last aan haar mond. En ze had van iemand gehoord die aloe lips, die zal waarschijnlijk een stukje verlichten. Ik hoor binnenkort, haar man kwam hier langs, kwam er twee ophalen. En ik heb haar al even aan de telefoon gehad en ze zei, hij voelt heel fijn en ik laat je binnenkort nog meer weten hoe goed dat hij bevalt. Dat vind ik zo super. Iemand die je eigenlijk niet kent en die je dan kunt helpen. En gisteren fietste ik en kwam ik familieleden tegen. En familie is niet altijd meteen zo enthousiast over waar jij ineens mee bent gaan werken. Maar die persoon die bestelde twee lips. En toen zei ik, nou, ik heb er misschien eentje bij me in mijn tas, een nieuwe. Ik heb meestal thuis zo'n doosje. Deze is nu leeg. Hij wilde er graag een, hij wilde er liefst twee. Fietste nog even mee naar mij thuis om de tweede op te halen. Hij had echt iets, een weerstandsprobleem rondom zijn lippen, wat dan uitbarst. Af en ik denk dat je het herkent. En dan denk ik, ik wist niet eens dat je zoveel plezier hebt gehad van die vorige. Maar wat een geluk, wat fijn dat je weer kiest voor deze lips. Ik moest het gewoon even delen. Dankjewel voor jullie aandacht.